Hallo, daar zien we weer. Dit is het tweede KVW-filmpje alweer. Heb je het eerste ook allemaal gezien? We hebben we daar? Akkie, daar zien de koning en de koningin weer. Koning Karel de Kale en koningin Clara. Weet je nog in het vorige filmpje dat die van die uitnodigingen aan het schrijven waren? Wat zien ze nou en doen? Ze staan bij een boom. Oh, de koning die zet zijn zwaard neer en zijn schild. Moh, wat heeft hij een groot zwaard. Ik weet dat ik zo'n groot zwaard heb. Wat zien ze daar toch aan het ophangen? Oh, nu kan ik het lezen. Ja. Dit staat er. Aankondiging voor alle KVW-kinderen van Bree. Op des maandags 1 augustus 2016 om 9 uur zal den koningin Clara en koning Karel de Kale het speciale KVW-feest ter ere van het 775-jarig bestaan van Bree in de Heilige Aldegundeskerk openen. U bent welkom. Wow, wat leuk, een feest! Is Bree al zo oud? Dat was ik gaar niet. 775 jaar. Wow, dat is oud. Dat is nog ouder als de meeste hoofdleiders. Wie is dat dan? Ah, dat is een tovenaar. Dat is Bree Lijn de tovenaar. Die is van alles aan het plukken of zo. Zit hij nou bij Emus de geraniums uit hun hoofd te klauwen? Nee. Het zal er wel allemaal kruiden zien. Die zal die wel ergens voor nodig hebben. Maar ik weet eigenlijk niet waarvoor. Ah, nou is ze ergens anders. Oh, chic. Dat kost wel eens een kasteel zien door. Wat is ze met de ketel aan het doen? Hij is iets aan het maken, denk ik. Hey, daar is de hofnar weer. Weer waar de hofnar. En die heeft een hanger peertje gevonden, denk ik. Oh, en daar is ook Breelijn de tovenaar weer. Wat is er weer wat te gaan lezen? Hey, er staat zo'n code op die uitnodiging. Zo'n QR-code. De wetswal was er met de telefoon een foto van kunt knippen en dan kreeg ze er meer over te weten. En wat is de Breelijn eigenlijk aan het maken? Ik snap er niks van. Oh, die poort gaat vanzelf op. Wie kent dat nou?